Hi, was je er ook nog? Ik was er ook nog. Ik ga ook nog doen. Dit is even hier tussendoortje. Nou ja, nu vanaf mezelf, ik en hij. Ze heeft het net even opgedrukt. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, dat zijn wij. Het is vandaag alweer vrijdag 20 augustus 2021. En het is nu de klokslag. Ja, 11:15 geweest. Ja. Ik ga nu lekker vlogs editen. Ik ben al met de hondjes wezen lopen. Maar tijdens het hondjes wezen lopen had ik Roma aan de telefoon. Die gaat nu even lekker slapen. En straks hebben wij een crematie. Dus ja, en wat daarna ons weekend gaat brengen, geen idee. Maar ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze nieuwe vlog. Ja, ik heb weer een lekker wrapje met ham. Kipfilet met tuinkruiden, zoiets. Dan heb ik krabsalade, bieslook erop en lactosevrije roomkaas, zoiets. Dus nou, ik ga lekker eten. Eet smakelijk voor iedereen die ook nu gaat eten. Een knipperlichtje is moeilijk aan te geven. Er zit een hendeltje aan die kant van het stuur. Ja, druk je naar beneden. Als je hem naar beneden drukt, heb je hem die kant. Doe je hem omhoog, heb je hem aan die kant. Ja, weten mensen af. Die wil je toch wel. Meneer agent of mevrouw agent. We hebben een trammetje naast ons. Tegelijk eens een keer, hè? Oké, okay, waar gaat meneer agent naartoe? Je gaat te stoppen voor het rode licht. Ja. Alweer stoppen. En dan gaan we hier ook zeker af. Denk het wel, of wat? Ik heb niet. Niet? Nee. Oh, waarom niet? Ja, het is nou weer groen. Politieagentschap is. Dag meneer agent. Doei meneer agent. Dag. Ja, ik zit in mijn eigen auto, dus ik mag filmen wat ik wil. Geen mondkapjes? Nee! Hé, en die doet het niet. Die doet het een stuk. Mag je doorrijden, toch? Ja, precies. Nou. Oh. Ja. De groen wel, ja. Hoe doen we dat? Beter. Ah, de andere baan pakken. Niet? Nee, wel? Ja, dus. Oh, zo'n ram. Haha. Of wat? Het is volgens mij een ram, of niet? Ja, het is een ram. Precies dat. Ja, het is alweer avond. Het is alweer bijna 8:30. En ik ga de vlog niet afsluiten. Nee. Niet? Nee. Ga morgen gewoon weer lekker verder. Ja. Wat ik allemaal ga beleven morgen. Joost mag het weten, maar ik weet het niet. En Joost ook niet. Ook niet. Nee. Mag het wel weten. Hè? Joost mag het wel weten. Ja. Zodra wij het weten, maar jou, kan Joost het ook weten. Ja, precies. Dus, misschien dat jullie het opvallen, maar bij Ro, deze oog, zit een beetje dicht. Maar we zijn allebei een. Nou, niet een beetje, maar heel erg verdrietig. Omdat we dus vandaag afscheid hebben genomen van onze lieftallige Ben. Ik kan nu dus gewoon wel een naam noemen. Nee, precies. Dus het was een hele lieve, aardige man. En zo gaan we hem ook herinneren, sowieso. Dus, ik ga nu dus weer even lekker eventjes mijn weekend vieren. En lekker eventjes mijn gedachten waarschijnlijk opnieuw. Want in Den Helder dan kan ik even iets sneller naar zee en alles. En Ro die moet toch nog werken. Werken voor de kost. Ja, werken voor de kost. En ik lekker niks. Dus jullie zien mij morgen wel, ja. Ja,
Daarom zei ik al, ik sluit hem niet af. Nee. Dus blijf even kijken. Nou, zoals jullie zien ben ik dus weer in Den Helder. Ja. Een hele hoop motoren. Dat is leuk. Het is groen. Kijken of ze hem nog even open knallen. Niet open gassen. Nope. Wauw. Zo mooi altijd. Ja, wat ik dus al gisteravond zei. Ik ben dus weer lekker in Den Helder. De racemonster staat achter mij. Ik ga zo meteen naar de kapper. Dat moet ook wel weer gebeuren. Want het is één grote pluisbende. En ja. Ik ga dus nu even naar mijn oude straat toe lopen. Waar ik vroeger heb gewoond. Dus wil ik jullie ook weer eventjes laten zien. Ook erg gezellig. En ja. Heerlijk. Het is lekker weer. Ik heb wel mijn jasje mee. En ik laat ook trouwens even wat anders zien. Ik moet even weer even mijn vingers goed doen. Kijk, het is nog een beetje blauw. Maar ja, het is niet echt fijn moet ik zeggen. Want ik heb jullie wel in deze hand vast. Maar het is nog steeds vanaf mijn vingertoppen tot aan hier dat het gewoon tintelt. Dus nee, dat is niet fijn. Maar oké, het is wel mijn beste hand. Ik ben rechts. Dus ja. We gaan er al voor jongens. Ja hoor. Ik loop dus nu eigenlijk op de Brakkenveld. Nou, niet eigenlijk, maar ik loop dus nu op de Brakkenveldweg. Het is warm. Maar ja, niet echt. Ja, het is gewoon benauwd. Ja. Dus, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan gewoon een gezellige dag van maken. Nou, wat ik dus al zei. Ik loop dus nu op de Brakkenveldweg. En dan heb je hier gelijk het treinstation. Is leuk. Hoi. Zo, gewoon even zwaaien. Kijk, mooie hortensia's. Heel mooi. Daar een paarse. Die is nog mooier. Deze, kijk hoe mooi. Jee. Dus ja. Hi, alles goed? Ja, lekker. Lang niet gezien, hè? Ja, nou ja, ik woon dus nu ook in Den Haag, buurman. Weet je welke boom ik ook altijd mooi vind eigenlijk, mensen? Dat is waar ik dus nu op afloop. Waarom? Die hele boomwortels helemaal door elkaar heen geweven zit. Zo gaaf. Moet je eens kijken. Lekker lavendel. Oeh, zo lekker dit. Alleen je moet die kring. Ja, maar als u dit al doet, gewoon aan uw handen, ja. Moet u ruiken. Ja, zo lekker. Maar wat ik, mam, wat ik dus net al zeg tegen mijn kijkers, ik vind deze stronk gewoon heel mooi. Ja? Deze boom. Ziet er leuk vogelhuisje in. Ja, nou precies daarom. Inderdaad. Leuk gedaan. Ja. Dus ja. Dus dat. Het is een beetje dood aan het gaan, maar hè, dat heb je toch wel. Dus ja. Nou, het treintje gaat weg. Daar rijdt de scooter. Kijk, het treintje gaat weg. Doei, waar gaan we naartoe? Bestemming? Onbekend of wat? Ik zie geen bestemming staan. Ja, er komt een bestemming. Utrecht Centraal. Ja, Utrecht Centraal. Kijk. We zijn dus nu, gaan we, de H.A. Lorenzstraat in. En waar dit voor betekent weet ik niet, maar daar ga ik nog even opzoeken. Ja. Nou, ik ga lekker over de stoep heen. Ah, nog meer lavendel. Ik ga deze hand eventjes met lavendel doen, jongens. Ja, in deze straat heb ik gewoond, maar dat is een heel stukje verder. Hé, de school die zijn ze aan het slopen, zeker. Waar die stijgen staan, daar stond een school. Stond, staat, geen idee. Stond. Zijn ze lekker bezig. Ja. We zijn aan het renoveren, volgens mij. Lekker bezig. Kijk, lekker lavendel. Ja, heerlijk. Kijk, ga ik het weer doen. Moet je eens kijken hoe mooi lavendel, hè?
Oh, heerlijk. Lekker, 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 lekker. Ja. En hier zijn ze dus inderdaad bezig, ja. Wat Roderick dus altijd zou zeggen, gratis onderdelen. Hé, hey, hoe toevallig. Wauw. Het is net als bij mij, want ik heb hem ook daar kadoek. Dat is een schakel. Ja, handig, leuk. Nou, we zijn bijna aangekomen bij mijn oude woning. Bijna. Op het hoekje, beneden. Ja, dat is leuk. Buurvrouw woont er ook nog. Ja, buurvrouwtje woont er ook nog. Ha, ha. Zo. 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 Dit is nieuw, zeg maar. Dit stuk hadden we nog niet. Zo. Lekker bezig. Lekker verruimd, zeg maar. Sorry. Deze woning. H.A. Lorenstraat 112, hier dus, heb ik dus gewoond, ja. Met plezier moet ik zeggen. Ja, precies dat. Lekker naast de speeltuin, lekker rustig, maar daar een sekkel. Dit hier was er nog niet eens. Dus dit is helemaal erop aangemaakt, zodat ze rustiger rijden. Maar dan denk ik niet dat dat gebeurt, want daar is het weer zo breed als het maar niet wezen kan. Zo, we zijn dus nu aangekomen bij de linie. Kijk. Zo mooi. Dan hebben we daar dus de ijsbaan. En daar weer een stuk van de linie. Lekker, 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 lekker. Kijk. Waarschijnlijk is dit dan alweer lang en breed. Dat dit online komt. Is het al lang en breed alweer gedaan? Dat weet ik niet. 27 en 28 augustus 2021, 550 meter obstakelrun, kids vanaf 4 jaar en adults. Kijk, helemaal top. Helemaal goed. Ja, ja, kijk eens hoe mooi. Kijk eens hoe mooi. En als het weer mooi weer is, dan staat hier ook nog wel eens vaak een rommelmarkt kofferbak. Kofferbakmarkt. Hè, zo. God. Bla 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 bla. Ja, is goed. Nou, mama die rijdt ook weer gezellig mee. Zoals jullie al wisten. En de racemonster. Ja. De kofferbakmarkt. Hè. Ja, precies. En dan heel goed. Nou, er staat hier dus Tiny Huis House Den Helder Valgatuinen. Klein wonen, groots leven met hart voor het milieu. 33 kavels om zelf een off-grid tiny house te bouwen. Nou, dit is dus al een grond. Nou, dan gaan we doorlopen. Heb je hier dus een grote voetbalcorner. En wat, let op, wat zijn buurtpreventie ook een hele goede. Ja. Klein wonen. Dan is dit ook waarschijnlijk een kavel, maar... Ja, helemaal achterin zien we er een. Waarschijnlijk, ja, of nog een schuurtje kan ook. Ah, daar hebben we een tiny house. Kijk. Een tiny house. Hebben we daar ook nog een kleine tiny house? Volgens mij. Daar. Dat is ook een tiny house volgens mij. Dat is helemaal een tiny house. Geweldig.
Ik zou het zelf niet doen. Dat sowieso niet. Maar ik vind het wel leuk om eventjes, ja, van dichtbij te zien eigenlijk. Geweldig. Hij is leuk hoor. Hè? Asje. Heel mooi. Ik zou het zelf niet doen, maar... Nu liggen bij de kapper en even wachten op Linda als ze klaar is. Het gaat weer een beetje rustig en dan flink. Maar niet druk, maar geluid. Dus we gaan het merken als we direct in de kapper zitten. Geweldig. Nou, zo zie ik het dus nu nog uit. Helemaal geweldig. Met lekker nog blauw in mijn haar. Ziet er niet uit. En daardoor heb je zijn kappenbeurt gebruiken. Lekker laten wassen en knippen. Zo, nou, daar hebben we Karin, haar koppie, met haar lange haar. En ja, zij zegt blauw, maar het is groen in mijn ogen. En niet alleen dat voor mij, maar in andermans ogen ook. En dan wordt ze straks onder de schaar genomen en onder de kraan genomen. Door deze lieftallige dame. Hi. Hi, oftewel onze Linda. Turquoise, man. Hey. Turquoise. Ja, oké. Okay. Dus het is geen groen. Het is lekker blauw. Nou, ik hoop dat ik het zo goed heb gedaan. Dat hoop ik toch ook voor u. Ja. Ik ga het wel zien in de edit. Zo, ik zit dus in de kapperstoel. Maar wat gaat gebeuren? Geen idee, ja. En dat weet Linda wel weer, ik er niet. Ja, jij wel. Oh, maar dat doe ik ook wel vaak hoor. Gewoon lekker mijn ogen dicht doen. Ik kan wel. Lekker. Dus ik doe hem zo meteen weer aan als Linda hier is. Ja. Sta. Zo. En hier is het nog warm. Nou, en waar ik het meeste warm heb, nu vooral omdat het al zo warm is buiten, ja. Dat is hier, weet je, dat precies onder. Dat gaat lekker jeuken. Ja, altijd. Ja. Dan doe je maar lekker mijn haar een stukje zo hier omheen of zo, weet ik veel. Prima. Ja, je hebt het lekker ingepakt, hè? Beter zijn we hier bij Linda in Nieuwdenhelder, bij de kapper. Nou, je hoorde. En Linda, die gaat nou lekker Karin onder handen nemen. Ja, met wat? Die geen Karin, idee. Karin die heeft totaal geen idee. Goed, hè? Dat is weer iets wat anders. Dat wordt dus een verrassing, dus Karin die heeft er ook gewoon dingen gedaan. En ik vind het alleen maar leuk. Ja, en Linda die lacht erop. Die is blij. Of niet al, Linda? Ja, zie je, mag maar uitleven. Ja, dat vind ze helemaal leuk. Uitleven. Kijk, een lekker pakje. Ja. Het wordt niet paars. Nee. Allemaal dingetjes erin. Ja. Klontjes. Krijg wel frambozen, ja, dat weet je wel. Ik smeer de frambozen hier op in, hoor je dat? Waarom blijven die dingen wel weer? Ja, man! Nee! En dat knip ik eruit. Nou, nee, dat is juist leuk, dit. Nee! Nou, zo dan. Jij bedoelt mijn kamer. Ja, dat is leuk, hè? Zo. Dat is leuk. En ik kan hier weer zo lekker van genieten. Lekker, hè? Gewoon even zitten. Ja, maar dat is ook wel weer even goed voor mezelf. Want ik heb dus een zenuwen en die knel zit. En bij mijn been. Been. Nou, nee. Je mag eigenlijk al niet eens zoveel doen en lopen en alles, maar doet wel. Doet wel. Kind, lekker bandje. Ja, ik wel. Je moet toch wel een beetje in beweging blijven. Zeg maar dat je beweging blijft, is goed.
Ja, in jouw geval dan even niet, maar... Nee, maar ik ben iemand die gewoon lekker aan wil lopen van mijn honden, maar met zo'n klein hok in, dan ben ik al verrot. Ja. Als je naar een kapper wil om even eigenlijk te gaan knippen... En dan in een specifieke kapster. Ja, genaamd Linda. Die weer heel ver weg moet gaan staan. Ja. Twee baaswoorden. Ja, daar kun je ook niks meer. Niet zo met vakantie, dan moet je een beetje bijspringen. Ja. Nou, dat dus. Straks zien we verder. Hé, hey, nou vergeten. Hij staat aan mijn schat daar. Ja. Ja. Hè? Ja, dan moet je dat ook even doen, ja. Dat was je helemaal vergeten. Jong, jongen. Maar ik ken wel wat hoor. Toch wel? Ja hoor. Twee handen. Waarom maak je hem met flits? Omdat het beter uitkomt qua verlichting. En dat is een iPhone, dus? Nee, ik heb een Samsung. Oké, en ik heb ook een Samsung en ik gebruik nooit flits. Nou, die kleuren die je ziet, zeg maar, die ik je heb laten zien, ja. Die paarse die heb ik zonder flits gemaakt, die is zonder flits vermooien. En die bij die meid, die regenboogkleur, die heb ik met flits gemaakt. Maar die was zonder flits weer als cadeau. Okay, dus het is maar net aan hoeveel verlichting er ook valt. Ja, oké. Dus je mannetje die kon het aan? Ja, hij zei ook al van, nou dat is leuk voor even de vlog. Ja, leuk man. Ja, hij is al helemaal in gewend hoor. Ja, maar sommige dingen, ja, dat moet ik echt even... Ja, maar dat snap ik ook wel. Ook leuk van. Ja, heb je... Ja, ik ben zo weer terug bij jullie, ja. Hi, was je er ook nog? Ik was er ook nog, ik ben ook nog een film. Dat is even hier tussendoortje. Ik volg jou gewoon. Dat is leuk. Ja. Dus jij weet al wat je gaat maken? Ja. Mooi, heel goed. Hou dat nog maar lekker even. Ja, doe jij dat. Doe jij dat? Ja, maar jij ook. Ja, dan moet je wel pauze drukken, anders gaan ze het zien. Ja, precies dat. Dus, doei! Later! Dag! Ja. En dan zit hij weer in de auto. En ik heb weer ruzie gehad met de beveiliger. Ja. Altijd weer lekker ruzie maken. Altijd weer doen, altijd weer lekker ruzie maken. Want ja... Mensen met mij, die dus acnes hebben, die weten dus welke pijn dat is. Nou, en als de pijn weer op komt spelen, kun je dan nog staan op je poten. Vooral als je het en bij je zenuw hebt, bij je been. Nee. Hè? Huh? Nee, dat is niet handig. Oh, precies aan de bestuurderskant. Oh, dat doet zeer. Ja, en dat is helemaal kilo. Ja, nee, maar dan is dat niet meer fijn staan. Nou, ik had zoiets van, nou, Rodi moest nog wat halen bij de Jumbo. Even wijngums voor de buurvrouwtje. Dus ik denk, nou, dan ga ik maar even zitten op zo'n impacttafel, weet je. Even leunen. Maar ik had zoiets van, nou, dan ga ik maar zitten. Dat op een normale stoel, dat trek ik niet en op een krukje ook niet. Nou, en als je een krukje moet halen, dan ben je weer in de winkel en dan is Rauw alweer verder. Ja, doe je dat maar voor, nou ja, 3-4 minuten, dat kan wel. Komt er een beveiliger op me af? Ja, mevrouw, even afstappen nu. Ah, sorry, maar als één al niet klantvriendelijk. En sowieso ga je niet met een persoon om die pijn hebt. Dus ik zeg nog tegen hem van,
luister, ik heb gewoon pijn. Dit is gewoon op een nette manier. Ja, en nu moet u wel afstappen, want het is een inpaktafel. Nou, sorry. Ja, wij zouden toch een meest noodgeval moeten herkennen. Ja. En daarna handelen. En niet zeggen, mevrouw, ik mag hier niet dood liggen bloeden, want het wordt vies. Ja, dat zit natuurlijk ook niet op. Nee. Gaan we even een ambulance bellen of een medische dienst, weet ik het niet. Ja. Nee, maar dat is allemaal dus niet van toepassing geweest, vond meneer dus te moeilijk. Maar ja, het huilen staat me wel meer naar als lachen. Dus ja, maar ja. Dus we gaan we naar binnen toe. Naar het ziekenhuis. Jee. Het hospitaaltje. Het hospitaaltje. Zegt Rauw hoor, ik niet. Nee. Dus ja. Ja, ik moet even lachen van hiernaast. Even geduld hoor. Wat zei je? Ja, dat is leuk, ja. En ik ben aan het vloggen. Ook leuk. Dus ja, dus dat wordt even weer naar het ziekenhuis toe. Lekker, fijn. Even kijken of nog de juiste arts aanwezig is. Ja. Hé, de derde van jou dus nu al. Nee, de KM is net voorbij geweest. Huh? De KM is net voorbij geweest. Dus dat is de? De KM. Oh, oké, okay, zo. De drie na. Dus dit is 4. Oh, dat is 4. Oké. Okay. Voor jou wel. Maar ja, ik kan de pijn nog redelijk onderdrukken, dat nog wel, maar dat was de vorige keer ook. Maar toen hebben we gebeld en toen kon ik pas om 7:30 terecht. En nou ja, 's avonds, dat weten we allemaal, wordt de pijn heftiger. Dat is bij iedereen zo, als je ziek bent ook, dan word je juist zieker. Dus, maar, we gaan het meemaken. En dan houden jullie sowieso weer op de hoogte. En niet op de vlakte, zou ik wel altijd zeggen. Wat zou ik zeggen? Ik zei net tegen de kijkers van we houden jullie sowieso op de hoogte, maar niet op de vlakte. Dat zou jij altijd zeggen. Bijna wel. Ja. Dus. Nou mensen, daar lig ik weer. Ik krijg zo meteen weer een spuit. Waar is nu een kruisstaart? Daar is het dus hard. Weer, en ik kan het gewoon weer niet optillen, kijk. Het is gewoon hard, kijk, hier kan ik gewoon optillen. Nou, hier kan ik dat dus niet, het is gewoon weer hard. De arts heeft hier net een kruis gezet. Daar doet het dus zeer. Dus ja. Nou ja, nu vanaf mezelf, ik en hij. Ze heeft er net eventjes opgedrukt, kijk daar even aan. Nou, dat is even heel veel pijn. Maar ik ben blij dat ze spullen gaat pakken. Ik heb net wel even weer gehuild. Dat ik zoveel pijn had. Nou, kijk, netjes. Kijk, netjes. 121/87. Ja. Bloeddruk, saturatie is 100. Zo. Dus dat is allemaal mooi. Dus, pijn heb ik wel, maar dat weet u nog onderhand, hè? Ja. Maar ja, ik hoop dus nu en een kwartiertje, 20 minuten dat we weer naar huis kunnen. Dat we lekker nog even op de bank lekker nog wat eten kunnen maken. Want ik heb wat lekkers in petto. Dus jullie zien me straks wel als ik weer wat vrolijker ben. En waar maak je vlogs over dan? Over mijn leven. Ja? Wat ik meemaak. Oh, wat leuk. En hoeveel heb je veel volgers? 517 op dit moment. Zo, mensen. Ja, wat ik dus net al zei. Ik krijg een lekkere spuit. Ja. Dus ik zal ook wel weer de spuit even bluren. Mochten jullie er niet van houden. Maar ja, zo gaat het dus in zijn werk. Beetje ontsmetting. Ja, maar daar is ik al. Het is weer hard. En dat Bronkhorst dat erin had gedaan. Nou, ik kon het veel gewoon optillen. Ja. Nou, en die pijn dat gaat door merenbeen, dat kan ik je wel vertellen. Ja. Kijk, een lekker naaldje was dat. Ja. Daar gaan we, komt ie, hè? Uh-huh. Heeft niemand nog eerder zeker... En gevraagd aan jou zeker of dit mag ik filmen. Nee. Niet hè? Dan moet ik eventjes 5 minuten inwerken.
weet ik. Precies. Zo. Nou, dat was hem alweer, mensen. En het druppelt lekker. Yes. Dank je. We gaan even wachten. En dan loop ik zo meteen weer blij het ziekenhuis uit. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren en een duimpje. Vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.